Wat up mensen van mijn kanaal, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van mijn kanaal. Mijn naam is Ivo en leuk eigenlijk dat jullie deze video hebben aangeklikt. En als jullie luisteren naar een verhaal. Want vandaag doen we een speciale video aan de tijd Verhaal Gamer. Verhaal Gamer, want ik ga het op games vertellen. Eigenlijk is het Verhaal Gaming. Die game met Ivo bestond al anders. Ik heb ook nare tijden meegemaakt. En ik heb nog steeds nare tijden. En dat is vooral nu. Als jullie een onderwerp willen dat ik ga vertellen, doe eventjes dat eventjes in de beschrijving zetten. Want hier heb ik mijn onderwerp. Mijn onderwerp hebben jullie misschien ook al gezien in de reacties. Of in beeld gezien die ik al een aantal keer zo... Of zoiets heb gedaan van het begin van de tijd. Dat heet namelijk het eerste. Ja, toch? Ja. Ja, ik zit nog elkaar te twijfelen, maar het is niet zo. Ik twijfel nog altijd zo. Mijn eerste liefde. Schoolliefde, dus. Dan gaan we echt heel. Dan bedoel ik ook heel veel tijden weer terug. In deze tijd heb ik een meisje ontmoet. Deze naam komt misschien wel bekend voor, is Quinty. Zij was echt een lief meisje, was echt het aardigste meisje dat ik ooit had ontmoet. Ik was toen 4 of 5 of zo. En ja, ik vind het best wel naar dat ik het, ik weet niet, het ging wel echt niet echt meer. Na 4 jaar hadden we geen goede band. Ik had een probleem met spelling en taal en rekenen. En zij niet. Ik had toen gemerkt dat ik dus dyslexisch was. Kon echt heel veel niet. De rekenen gaat nu wel veel helemaal beter lezen ook. Maar het is niet makkelijk. Nou, dat tijd ging er voorbij. En toen had ik een ander leuk meisje ontmoet. En dat meisje... Die heet Kim. Misschien klinkt het heel maar. Maar Kim is wel een van de leukste meisjes die ik echt heb ontmoet. Was. Want ik heb hem met iemand anders. En daar ga ik zo meteen over praten. Want ze heeft een kanaal en die komt in de beschrijving. Kim is een meisje. En nee, het is een Kim skelet. Wat we het op school altijd hebben. Heb ik het ook een later keertje. Nee, het is een echt meisje en zij heeft echt maar veel betekend toen. Ging een aantal jaren voorbij. Even een keer dingen gedaan. Gewoon met elkaar gepraat of zo. Hoe was je dag of zo? Nou, geen antwoord. Maar hier komt eigenlijk wel het narige stuk. Zij zag het half in en half weer niet. Ik ook. En dat vind ik zo naar. En ik snap nu ook eigenlijk niet meer waarom dat ik deze beslissing had gedaan. Vroeger. Nu weet ik het weer. En het was echt de beste beslissing die ik ooit heb gedaan. Kim die vroeg nog aan mij. Als jij een ander meisje leuk vindt. Dan mag je het uitmaken. En dan zei ik, oké. Dat is een leuk idee. Maar. Je raakt het nooit, maar. Zij vond mij leuk. Ik vond het leuk. Maar. Ik vind haar nog steeds leuk, maar. Tot. Tijdstip. Ik weet niet meer wanneer. Ik zat op mijn DS, het was echt stom, stomste tijd. Eerst laat ik even zien. Dit ding. En op dit ding speelde ik een spel. En het spel dat heette Luigi's Mansion. Het was echt in die tijd. Er pakte iets bij mij niet goed aan en er kwam een meisje genaamd Vera.
Triana, die kwam naast me zitten. Ging meekijken, wat voor leuk. Ik vond haar ook. Ze zag echt zo mooi uit. Ziet ze nog steeds, ziet er veel nog beter uit. Het nadige was, ik had, toen Triana binnenkwam, dit is echt zo stom, niet in de gaten. Ik zat zo geconcentreerd. Ik vond het spel zo leuk. Ik geef eventjes ook een keertje shout-out aan Nintendo. Nog een aantal jaar voorbij. Toen kwam ik op school, op deze school waar ik nu op zit. En dat is echt een leuke school. Zoals hebben jullie gezien, dit is het uiteindelijk het verhaal. Ik heb nog steeds met Triana, ik vind haar nog steeds leuk. En dan gaan we het zo aan. Heb je genoten van deze video? Kanaal 4, laat het je mag. Zie ik jullie in de volgende video. Ik kan beloofd voor een video, en dus dit. Peace.